Waarom Japan en niet Duitsland? De antwoord daarop is, denk ik, vrij simpel. De atoombom was nog niet af toen de oorlog met Duitsland eindigde in mei 1945. De geallieerden waren wel bereid om een atoombom te gooien op Nazi-Duitsland, maar uiteindelijk bleek het toch niet nodig. En hij was toch ook nog niet klaar toen de oorlog in Europa eindigde. En daarom dat het uiteindelijk Japan werd en niet Duitsland.